Yo mensen van FIFA NLD, ik ben Joris van Paradoxie HD en welkom bij deze nieuwe video. Dit is natuurlijk weer een squad builder, dit is de tweede squad builder en ik heb een Pro League team gemaakt met Martin Stekenburg goal, aangezien ik echt de keepers uit de Pro League vind ik gewoon geen enkele echt hele goede tussen zitten. En ik heb Team of the Season Embo Kani uitgeprobeerd. Op spits heb ik Mohamed Chite en die kerel is gewoon fantastisch, echt perfect spits om mee te trampen. We hebben Vargas, Soumahoro, Gillet, Maric en Ojiye Ufu, Kanu, Donk en Kouyaté. Kouyaté Team of the Season wil ik heel graag uitproberen, maar die was te duur. Maar zijn normale is al echt al veel en veel te goed. Dit team kost ongeveer met de Team of the Season Embo Kani kost ongeveer 150.000 coins. Je kan het waarschijnlijk voor minder kopen. Als je Team of the Season Embo Kani weglaat, dan kost het je waarschijnlijk nog maar 70.000 of 80.000 coins. En het is zeker een fantastisch team. De reden dat het wat duur is Ryan, Donk en Kouyaté. Die twee kosten flink wat, maar het is het zeker waard. Dit zijn de stats van Team of the Season en Bokani. Het is echt een beest van een spits. Het enige probleem wat ik met hem had waren zijn work rates. Ik geloof dat ze allebei medium waren. Wat ik heel vaak had, is als je een 1-op-1 duel, dat won hij allemaal. Maar als je hem gewoon achter de bal aan liet sprinten, of als je de bal, als hij de bal aan zijn voeten had, dan werd de bal heel snel afgepakt. En ik weet niet of het gewoon aan Embo Kani lag, of gewoon dat zijn team of the season gewoon minder goed is dan zijn inform. Want ik vond zijn inform, die vond ik echt fantastisch, die was echt geweldig. En deze is ook zeker heel erg relaxed om te gebruiken. Ik zou hem zeker aanraden op spits. Ik denk dat hij beter is als een 4-3-3 spits dan als een andere spits. En hier een heel mooi doelpunt van Jimmy van Kessel 1 en zoals gewoonlijk. Ik speel eigenlijk altijd FIFA tegen hem om de clips te halen. Ik speel gewoon 10, 15 wedstrijden online. Zodat ik dan gewoon die wedstrijden online heb gespeeld. Zodat ik ervaring heb met het team. En dan speel ik friendlies mee. Want in friendlies irriteer ik me gewoon zoveel minder aan. Want zodra ik opneem, zodra ik op recorder druk in online wedstrijden, dan zit altijd alles tegen. Maar zodra ik opneem in friendlies, is het gewoon altijd gewoon relaxed en rustig. Dus daarom neem ik heel vaak op uit friendlies. Voor mijn eigen series niet, maar voor FIFA NLD doe ik het vaker wel. Omdat het gewoon, het kost wat minder tijd en ik weet gewoon of een team chill is of niet chill is. En als ik dan ook nog tegen vrienden, want dan kan je een beetje voor mijn leuke en mooie doelpunten gaan. En natuurlijk ook voor heel veel tramp calls. Maar ik heb hier ook Syriac nog in de spits staan. En wat me heel chill was aan dit team, was dat het heel goed mee opkwam. Het viel heel goed aan. Het was een 3-5-2. 3-5-2 zijn gewoon heel goed in verdedigend opzicht gezien. En al helemaal in aanvallend opzicht. De CAM, Vargas, die was niet heel goed voor mij. Die was, ja, hij was het gewoon net niet. Ik weet niet wie je daar anders nog neer zou kunnen zetten. Want het is wel echt een plek waar je gewoon een goed persoon voor nodig moet hebben. Vargas was voor mij gewoon net niet. Maar waarschijnlijk voor heel veel anderen is het waarschijnlijk gewoon net wel. Want het is gewoon een goede speler. Hij doet echt zeker zijn best. Je zou er eventueel nog Suarez neer kunnen zetten. Maar ik geloof dat die nu op een andere positie staat. Hier is natuurlijk weer heel veel EA random shit. En dan Syriac scoort met het hoofd. Dit is de andere spits die ik in team heb gebruikt. Ik wisselde ze af met Syriac en Chite, omdat het gewoon een beetje bepalend is voor hoe je speelde. Wat ik vaak had met Syriac, was het een stuk meer counter-attack. Terwijl ik met Chite was het gewoon volledig gericht op trampen. Soumahoro de linksmidden, zoals je hier ziet, heeft een fantastisch schot. Je kan echt van overal met hem schieten. Hij heeft een heel goed longshot. Ik heb hem gebruikt in FIFA 12. En FIFA 12 was hij een van mijn favoriete spelers in mijn Belgische team dat ik ooit heb gebruikt voor een serie. Dus speelde ik 4-3-3 geloof ik. En hij was toen topscorer met iets van 23 doelpunten in 11 wedstrijden. En dat is natuurlijk een fantastisch gemiddelde voor een LW. Want met een LW score je meestal niet zo heel veel. Maar hij was voor mij echt gewoon heel erg goed. De corners met het team zijn ook gewoon heel chill om te nemen. Want je hebt Donk, je hebt Kouyaté. En dan heb je natuurlijk ook nog Kanu. En die kunnen allemaal die corners schieten. En hier hebben we Cheetah. En die kan natuurlijk heel mooi achter de, ja, met een hakje die tramp scoren. En dat was zeg maar hetgeen wat ik gewoon merkte. Zodra je Cheetah erin zette in plaats van Syriac, dan ging je hele team was gewoon opeens gebouwd om te trampen. Cheetah die loopt altijd mee voor die tramp. Je kan altijd afpasen met Cheetah. Het is echt, als je ervan houdt om dat te doen, dan is het echt te grappig geworden. Want hij loopt serieus altijd daar goed voor. En ik bedoel echt gewoon altijd. Bijna elke keer stond hij wel weer klaar om die bal erin te trampen. Sowieso was het hele team gewoon fantastisch om mee te trampen. Ik zeg nogmaals, ik speel friendlies hiermee. Ik zou dit niet online doen, want het is gewoon heel erg sneu om te doen. Maar ik doe het zelf zeg maar altijd wel in friendlies om gewoon je vrienden te irriteren. Online doe ik het niet, want als jij het doet, dan doet je tegenstander het vaak ook. Voor vrije trappen heb je Maric. Maric heeft ontzettend goede harde vrije trappen. Niet zozeer gerichte, maar gewoon harde. Ik scoor deze vrije trap niet, maar dit is wel hetgeen wat je met hem kan doen. Die vrije trap op deze manier nemen. En Stekelenburg, ja, Stekelenburg is gewoon Stekelenburg. Doet gewoon eigenlijk bijna altijd alles goed voor mij. Ik had hier nog Team of the Season Boni erin gezet. Boni is
ook echt een hele leuke spits om te gebruiken. Timon Szczesny, hij is het zeker waard zijn prijs. Wel een beetje raar, je moet goed aan hem wennen. Hij staat niet altijd op zijn plek waar hij hoort te staan, maar het is wel een leuke spits om te gebruiken. Af en toe beter dan Mbokani voor mij, maar dit hele team kan ik gewoon zeker aanraden om te gaan maken. Het is een goed team, het speelt goed. Het enige wat een beetje jammer is aan het team, en dat was het echt het enige probleem dat ik ermee had, is dat je CAM Vargas, die was voor mij niet aanwezig genoeg op die 3-5-2 CAM positie. Hij deed te weinig, hij voerde te weinig uit. Het was een fijne speler, deed heel veel dingen goed. Maar voor een CAM moet je toch echt toch iets meer lef hebben op die positie. En dit is ook het einde van deze video. Als je deze video nou leuk vond, vergeet de video dan niet te liken. Laat leuke comments achter en laat natuurlijk nog weten wie ik moet gebruiken voor de volgende video's. Laat het me allemaal weten in de comments. Hier komt nog even een lekkere trend met cheat day. En dan ga ik jullie weer vaarwel zeggen. Dus tot de volgende keer. Vaarwel.